Dit is Flevoland. Het gesprek. Vandaag met... Mees Al-Temimi uit Almere. Ze schreef een boek over haar vlucht uit uh, Irak. Die eindigt uiteindelijk in het asielzoekerscentrum in Almere. Um, Mees, goedemorgen. Goedemorgen. Welkom in de studio. Um, jouw vluchtverhaal vanuit Irak, uiteindelijk helemaal naar Nederland... heb je samen met Humanitas uh, um, uh, geschreven. Waarom wilde je je verhaal op papier zetten? Uh, in het begin dacht ik soort therapie voor mij en later voor mijn kinderen. Want sinds uh, dat ik naar Nederland gekomen tot uh, die man dat ik heb het boek uitgeschreven, uh, mijn kinderen wisten niks over. Dus dacht ik therapie. Maar uiteindelijk heb ik wel besloten om met mensen te delen. Want ik denk dat er zijn heel veel vrouwen en mensen zijn die hebben heel veel dingen meegemaakt en ze durven niet te delen. En ik wilde hen helpen uh, om te inspireren, dat kan. Dat is niet jouw fout. Dus uh, dat is de reden. Wow. Jouw vluchtverhaal uh, begint in Irak. Daar kom je vandaan. Je had daar nee. een gezin met drie kinderen, met een man. En, en waarom moest je daar weg? Uh, mijn leven was, uh, was een gevaar en mijn kinderen leven ook. Uh, mijn vrijheid was ook uh, niet, niet. Ik was niet echt mezelf daar. En. Um, als heb ik gewacht, dan misschien mijn leven, heb ik mijn leven kwijtgeraakt. Dus dacht ik, of nu, of nooit. Mm -hmm. Of ga ik echt nu zo'n moeilijke beslissing nemen en mijn kinderen uh, ook een beetje in gevaar brengen. Maar beter dan blijf ik heel mijn leven daar. En misschien nog een paar maanden of een paar jaren blijf ik uh, niet echt in het leven. Ja, maar zorgde die man dan niet goed voor je? Hij was niet bij. Hij was was altijd hij altijd weg? Nee, nee, hij was uh, sinds het begin van de oorlog uh, niet, uh, niet uh, uh, ja, bij ons. Dus dacht ik, ik, ik met de drie kinderen, zo jong, het is wel gevaarlijk. Ja. Ik kan niet. Um, hoe oud was je toen je, toen je vluchtte? 21. 21. Ja. Je bent met een, uh, met een boot gevlucht, ik moet het eventjes gaan lezen hoor. Uh, via doorgangskampen, uh, Macedonië, Griekenland, Turkije, Kroatië, Slovenië, Oostenrijk en uiteindelijk een paar AZCs in in Nederland. Um, in je boek daar vergelijk je uh, die, die die opvangkampen de mogelijke uh, plaatsen waar je zou willen blijven. Wat 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 was de grote wat was het grote verschil? Waar waar welk land was het ergste? Uh, Servië was het ergste. Servië. Ja, dat is sowieso een te grote afstand. Uh, daar wat, uh, heb ik gezien van iedereen. Uh, van de politieman uh, tot de chauffeur. Iedereen was echt voor mij een, een shock. Uh, en toen ik naar uh, uh, Slovenië kwam, daar begon echt uh, rode kruis mensen knuffels geven aan de kinderen, hulp. Toen dacht ik: Uiteindelijk, nu zie ik echt het leven. Uh, want de hele weg. Elke land wordt alleen maar moeilijker. Totdat ik naar Slovenië kwam, dacht ik, oh, uiteindelijk. Nu kan ik gewoon uh, goed voelen, rustig voelen, hmm. veilig. Ja, want die, in die andere landen werd je gewoon ook uh, af en toe gewoon slecht behandeld. Moest uh, je ja, een, een, een tentzeltje slapen, noem maar op. Zonder eten, uh, ja. Sommige mensen worden geslagen, geduwd. Uh, gewoon van een land, ik dacht in het begin, toen ik in Irak was, alleen de zee, dus van Turkije naar Griekenland, wordt de moeilijkste. Ja. Maar uiteindelijk, dat was gewoon een van de makkelijkste stukken. Daarna was het alleen maar moeilijk en moeilijk en moeilijk. Oké, okay. en wat me ook opvalt, is dat kom je dan in het ene kamp, kom je in het andere kamp, je rijdt een stukje met de taxi. Uh, oh, al die dingen, alles kost geld. Ook je levensonderhoud moet je dan vol zien te houden. Had je je helemaal volgestopt met bankbiljetten toen je uh, nee, Irak verliet? Nee, toen ik in Irak was, was ja? onze cultuur: als je gaat trouwen, krijg je veel goud. Oh, oh, dus okay. ik had wel goud, ik heb mijn goud verkocht om deze salaris uh, te doen. Te... De bruidschap? Ja. De bruidschap was de financiering van jouw vlucht. Ja. En was stop toen je in Almere was? Uh, Eigenlijk eerder een Duitsland. Oh, een Duitsland al. Ja. Ja. Want ik lees ook in je boek dat je uh, op een gegeven moment ben je zo ver in Europa, waarschijnlijk was het in Slovenië, dan ga je bedenken: van, nou, wat wordt mijn einddoel? Ja. En hoe, hoe is het zo gekomen dat dat Nederland is geworden? Ja, ik heb uh, onderweg heel veel gehoord. Mensen praten over uh, wat is de beste, wat is goed. En uh, sommige mensen zeggen, als je wil goede toekomst voor je kinderen, ga naar Nederland. Als je wil minder belasting betalen, ga naar Duitsland. Als je wil dat en dat, doe dat. Dus dacht ik, oh, ik heb heel veel gehoord dat Nederland echt een goede land is. En ook geen racisme, dacht ik, dat wordt Nederland dan. Hmm, en bevalt... op heb ik dat besloten. Ja, nu ben je er al een paar jaar. Ja. Is het goed bevallen tot nu toe? Zeker. Ja, ja ik ben gelukkig. Mijn kinderen zijn uh, uh, geweldig. Ze doen goed op school. Uh, ik ben trots op ze. Dus uh, ik heb echt uh, uiteindelijk gelijk. Ja. Um, je, je oudste dochter is 13, hè? Uh, ja, bijna 13. Ja. Uh, heb je het wel eens met haar over? Over de hele uh, reis hier naartoe? Nee, niet. Uh, ik heb het tot vandaag ook niet echt face-to-face -face gezegd tegen haar, maar uh, zij leest uh, op dat moment mijn boek en zij weet nu genoeg. Maar ik heb nog niet. Ik, ik vind het nog een steeds moeilijke stap om echt met haar face-to-face -face te praten. Vind je, vind je dat spannend? Uh, ja. Ik, ik, soms wil ik denen niet horen of weten. Ik, ja, ik weet het niet. Ik vind het nog steeds lastig. Ja, ja. Ik denk dat ik heb nog wel tijd nodig heb om echt met haar te praten. Ja, maar dat boek heb je niet verstopt. Ze mag het gewoon lezen. Ja, ja zij mag het gewoon lezen. Zij heeft gewoon haar eigen ah. boek in haar kamer. Ja, en, en, en die tweeling van, die zijn al bij elf nu? Ja. Ja, maar, ze weten wel en ze hebben wel gelezen. En ja? haar reactie, mama, wat heb je allemaal meegemaakt? Ja, maar daar waren ze toch bij? Maar ze waren twee jaar en iets. Dus ze weten niet meer ze weten wat er gebeurt. Van. Maar de ouders, denk ik van wel. Ja? Ja. Oké. Okay. Maar de tweeling weten echt helemaal niks van. Oké. Okay. Um, op een gegeven moment uh, kom je in Nederland terecht. Je hebt er allerlei asielzoekerscentra uh, van binnen gezien... En uiteindelijk kom je in Almere terecht. Is dat nou toeval of was dat ook een doel om in Almere terecht te komen? Uh, het was ook toeval. Ja? Want uh, ik was heel ver, uh, bijna Eindhoven, een Werd. En uh, meestal krijg je wel een huis dichtbij jouw SSC. Maar mijn oudste dochter had hartproblemen. En zij moest operatie doen. En uh, toen heb ik ook mensen gevraagd: <laughs> welke stad is de beste dat ik kan hulp krijgen en ik voel me echt gewoon home. En ze zeiden tegen mij... Almere met veel kleuren... en daar kan je echt uh, niet voelen... dat jij, bent, jij hoort niet bij. Toen dus dacht ik oké. Okay. Toen heb ik aangegeven. Ik wil naar Almere. Ja. Vanwege mijn dochtersituatie situatie mocht ik wel. En ja. ik ben uh, hier gekomen. En toen? Het is gelukt. En, ja, uh, huisje? Een huis en uh, um, studie. Gewoon mijn dochter heeft een operatie gedaan. Ja. Dus gewoon uh, alles goed. Ik heb uh, mijn liefde ontmoet... Oké, okay. ja, je, je, je hebt een man uh, en, een, en een dochter bij deze man. Dus vier, vier dochters heb je, ja. dat is een uh, drukke huishouden. Um, je woont in Almere. Wat studeer je nu? ICT, software Oké. Naar via Amsterdam. En wanneer hoop je je diploma binnen te houden? In juni, uh, nog een paar maanden. Nog een paar uh, maanden. Ja. Ja. Nog één ding, ga ik weer even terug naar dat uh, boek. De man die je hebt verlaten in Irak, kwam je in Nederland weer tegen. Hoe uh, kan dat nou? Hij was in de Zweden. In Zweden? Ja, toen hij wegging, hij was ook naar Europa, maar hij was in de Zweden. Oh. Maar na de situatie en dat ik hier kwam, uh, via via, uh, hij heeft gehoord dat wij zijn in Nederland Toen hij is hier gekomen, na meer dan, ik denk, twee jaar en gezegd: Mijn gezin hier. En blijft hij de vader van mijn kinderen. Dus ik kan niet zeggen: ga terug naar Zweden. Dus, ja. uh, Heb je nog last van hem? Of blijft jij uit je beurt? Nee. Het was geen liefdesrelatie, hè? Uh, nee. nee, ik was 16. Ik ja. kan het niet echt liefde noemen. Ja, uitgehuwelijkt heet dat? Ja, zo, soort van. Oké, okay, maar nu met je nieuwe man een mooie toekomst in het multiculturele Almere waar je je thuis voelt. Hartelijk dank voor dit gesprek. Ja. En ook hartelijk dank voor het lezen van het boek. Ik moet de titel nog even noemen: de titel is Grenzeloos.